nou heel vroeg. 9:00 AM, we zijn bij Citadel College. Ik ga zo meteen naar binnen, maar eerst ga ik aan mijn grote vriend vragen wat te doen is. Citadel! Ho! Oh. Cita! 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 Wat is te doen vandaag op school? Eet je ook gezond, of niet? Ja? Ja? Echt? Wat eet je allemaal, Cita? Cita, wat eet je allemaal? Oh, jij gaat eten. Captain Crunch don't want no raisin bran. Well, don't you know that other kids are starving in Japan? So eat it, just eat it. Don't wanna argue, I don't wanna debate. Don't wanna hear about what kind of food you hate. You won't get no dessert till you clean off your plate. So eat it. We zijn begonnen met het idee van gezond schoolse kantine van Nijmegen. Ja, nou, toen we met de school 2,5-3 jaar geleden gestart zijn, toen hebben we aan ouders gevraagd wat zij nou heel belangrijk vonden in een nieuwe school. Nou, een aantal dingen zijn natuurlijk heel duidelijk. Hè, goede kwaliteit en een school die betrokken is en het liefst ook kleinschalig. Maar wat ze ook heel belangrijk vonden was een gezonde school. En in een gezonde school hoort een gezonde schoolkantine. En toen zijn we met ouders en met leerlingen en met de directie en personeel zijn we gaan praten over, nou, hoe moet die er dan uitzien? Dus het is echt een gezamenlijke productie, zou je kunnen zeggen. Voorbeeld, we hebben geen frisdrankautomaten in de kantine, maar we hebben daar een waterapparaat staan met gekoeld water, met koolzuren, een soort spaarrood. En dat apparaat, iedereen kan voor 10 eurocent een half liter water krijgen. En de helft van het geld gaat naar een goed doel ook nog. Wat houdt een gezonde schoolkantine in? Een gezonde school houdt in dat wij producten maken die gezond zijn voor de leerlingen natuurlijk. Daaronder een broodje gezond, drankjes zonder koolzuur erin, dus dan meer melkproducten. Verse soepen maken wij. Eén keer in de maand hebben we wel iets op het menu staan wat ongezond is. Een broodje kroket of een broodje frikandel. Maar dat mag wel één keer per maand, denk ik. En salades en noem maar op. Allemaal groene producten voor gezonde maaltijd voor de leerlingen. Ik hoor ook dat jullie uitgeroepen zijn tot landelijke gezonde schoolkantine van Nederland. Hoe is dat allemaal gegaan? Nou, we staan op de lijst van de vijf schoolkantines die waaruit gekozen is. De beste is, wij zijn niet op de eerste plaats geëindigd. Maar we horen wel bij de shortlist, bij de schoolkantines die de hoogste scores hebben gehaald. En daar zijn we ook wel heel, heel trots op. Gezonde kantine? Ja. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het wel goed eigenlijk dat het een gezonde kantine is. En ja, er is er wel één keer in de maand dat het een uitvrijdag is. En dan zijn er eigenlijk een broodje kroket of broodje frikandel. En jij, wat vind je ervan, Mandy? Ik vind het ook wel leuk. En er zijn ook wel lekkere dingen. Tosti's en broodjes gezond zijn wel lekker. Wat is jouw favoriete? Tosti. Met ketchup? Nee, mosterd. Dat is er niet. Oh ja, dat mag niet, sorry. En wat vind je van gezonde kantine? Ik vind het goed omdat het niet zo vaak voorkomt. Oké. Dus je vindt het echt speciaal? Ja. En jij? Ja, het is wel goed, want je leert ook gezond eten en zo. Dat is ook wel beter. Ongezond is niet altijd lekker. Gezonde dingen zijn dan meestal wel lekker om te eten. Wat vind je van jullie gezonde kantine? Ja, wel goed eigenlijk. Ja? Koop je veel spullen? Soms. Wat koop je? Een tosti. Wat is jouw favoriet, Tosti? Ja. Wat vinden je ouders ervan dat je jouw school initiatief neemt over een gezonde kantine? Ja, wel goed. Nee, die vinden wel goed. Wat eet je allemaal? Tosti en tosti. Croissantjes. Croissantjes. En kijk je ook altijd naar ongezonde dag? Kijk je ook altijd naar uit? Nee. Je doet nooit ermee als kroketjes worden gemaakt en broodje frikandel? Nee, meestal niet. Ik koop er zelf nooit zoveel van, maar het lijkt me wel gewoon een keertje leuk om te doen. Maar jij doet er niet vaker mee? Nee. En jij, Mandy? Ik heb het nou één keer gedaan. En wat had je gekocht toen? Een broodje kroket. Het meeste maken wij zelf. Brood, we hebben een bakkerij in Elst. Daar maken we verse broodjes voor de broodjes gezond. Daarnaast normale brood voor de tosti's, dat wordt wel geleverd. Ham en kaas wordt ook geleverd.
Maar daarnaast maken wij bijna alles, alles wel vers. Ja. Ik ben nu ook bezig met een verse fruitsalade. Dus, kunnen wij die even zien? Of, ja, ik zal hem even halen. Wat zit er allemaal in, Hans? Ik heb er nu mandarijn in zitten. Ja. Sinaasappel, peer en appel. En wat komt er nog meer? Want je zei dat je nog niet klaar was. Aardbei. Lekker verse aardbeien. Dus ik wacht met spanning, want ik wilde wel even proeven als ik klaar is. Neem je ook eten van huis of niet? Ja. Boterham. En frisdrank ook? Ja, meestal gewoon een pakje drinken of zo. Ja, meestal brood. En een koekje. Ja, ik neem gewoon brood mee van thuis en soms crackers. Ja, ik neem van die crackertjes mee. Jij? Ja, ook van die crackertjes en ja, gewoon eigenlijk allemaal koekjes en een boterham. Nou, mijn salade is klaar en Hans die gaat nou brengen. Vers. Hans zegt dat hij vers is en ik proef het zelf ook. Ik denk dat ik die achterhoek erbij neem. Mijn cameramensen willen ook, maar die moeten nog even filmen. Hè? Wat zit er allemaal in, Hans? Er zit sinaasappel in, er zit mandarijn in, er zit peer in, er zit appel in en aardbei. Ik heb lekker fruit salade gegeten. Jij ook of niet? Ja, oké. Okay. Ik ga nou naar huis. Volgende keer kom ik voor school van de week, oké? Okay? Ga maar weer eten. Ciao, hè, Sita. Nou, Sita was wel tevreden dat ik hier was. Hij had ook lekker... gras salade gegeten. Ik had lekker fruitsalade, maar hij ziet me wel binnenkort als wij terugkomen voor school van de week. Ciao, hè, ziet er dan. Ja, tuurlijk. Ja, hij vond het leuk dat ik hier was.